Deze zaak zoeken we de daders van een grove straatroof en mishandeling hier midden in het centrum van Breda. Met 3 man sterk werd een jongen in elkaar getrapt en geslagen. Zo hard dat hij een aantal dagen alleen maar vloeibaar voedsel kon eten. Het gebeurde in de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 december. En meerdere camera's in de binnenstad hebben de daders vastgelegd. En dat begon al voor de beroving. Dit zijn beelden van de Reigerstraat in de binnenstad van Breda. En hier zien we ze ook voor het eerst lopen, met z'n drieën te midden van de drukte. Het is 2:30 s'nachts, vlak voor de beroving. Vanaf de Reigerstraat lopen ze in de richting van de Sint-Annastraat. En daar zien we ze weer. En let nu op de dader met de lichte broek. Hij valt het slachtoffer aan. En hier zien we dat nog een keer. Meteen wordt er getrapt en geslagen. De jongen wordt ingesloten door de mannen. Hij probeert nog weg te komen, maar hij heeft geen schijn van kans. Ze duwen hem tegen de muur en pakken dan ook nog zijn spullen af. Zijn jas, zijn tas en nog meer persoonlijke spullen. Even lijkt het alsof de daders gestoord worden. Het is een auto die even komt langsrijden. Een van de daders lijkt weg te lopen, maar zodra de auto voorbij is, komt hij weer terug. En het is nog niet voorbij, want de jongen moet mee. En ook al stribbelt hij uit alle macht tegen, hij kan niet tegen deze 3 mannen op. Tussen de 2 daders in wordt hij meegetrokken. Ze lopen nu in de richting van de Molenstraat. En dan zijn ze even uit beeld. Maar via dit pleintje trekken ze het slachtoffer verder de Molenstraat in de richting van de bibliotheek. En ook al zijn deze beelden van mindere kwaliteit, toch is te zien dat de daders hun slachtoffer nog niet met rust laten. Hier lopen ze rechts in beeld. Nog steeds hebben ze hem vast. En dan moet hij mee terug het centrum in. De voorste met de gewatteerde jas loopt nu heel duidelijk in beeld. De 2 anderen komen erachteraan met de jongen tussen zich in. En dan zijn ze weer terug waar het allemaal begon, in de Sint-Annastraat. De hoogte van het stadserf krijgt hij nog een keer klappen. En dan laten ze hem eindelijk gaan. Ze zijn een behoorlijke tijd met die jongen bezig geweest. En de buit, een paar persoonlijke bezittingen. En we denken dat ze daarna via de Sint-Annastraat, eventueel via het stadserf of de Catharinastraat, weer gevlucht zijn in de richting van de Grote Markt. Het gebeurde midden in een uitgaansnacht hier in Breda, tussen 2:30 en 3:00. En dan is het hier druk op straat, dus er moeten mensen iets van gezien hebben. Laat het ons weten. 3 jongens van 25 jaar. De jongen met de witte broek is getint en hij is degene die de leiding had. Hij en de jongen met de gewatteerde jas spraken met een Marokkaans accent. Ze staan er 3 goed en duidelijk op. Het kan bijna niet anders, ze moeten worden herkend. Als jij weet wie ze zijn, blijf dan niet zitten, pak de telefoon en bel 0800 60 70. Of anoniem via 0800 7000.